Ja, we zijn vandaag in Nederland, in Utrecht, bij het Maxima Park voor de bloemen. Want onze tuinarchitect... Ja, Telde? Ze heeft wat moeite om te draaien. Kan je step niet draaien? Hier zijn ook bloemen, kijk. Ja, fietsers. Hier, nu staat hij redelijk goed, hè. En als je wilt sturen, dan moet je, kijk, als je stapt en je leunt, ja. En dan moet je naar daar leunen. Stella, pas op voor de fietsers achter u. Moet je draaien, moet je naar daar sturen. Kom maar naar Roosgaat, Sinan. Want hier hebben ze dus bloemen van Piet Oudolf. En onze tuinarchitect heeft zich daarop, of zich daardoor laten inspireren. We zijn hier. Naar waar moeten we? Kijk, moet je naar die rozen. Dat is hier een pond, zo te zien. Mama! Ofwel zitten we al over het water. En hier staan bloemen, is dat? Ja, waar moeten we zijn? Bij die rozenstip. Ja, dat is hier. Dus we moeten gewoon naar daar. Ja, ik heb een buggy met ingebouwde navigatie. Ik vermoed aan die bloemen ook gewoon richting het Vlinderhof zou moeten hebben, blijkbaar. Daar, met dat bloemetje, het Vlinderhof. We zijn in de goede richting aan het wandelen. Ja, wij staan gewoon op zo. Hier hebben ze van die parkingskes langs de weg. Daar staan wij, maar je hebt dus eigenlijk ook daar parking Vlinderhof of parkeren Vlinderhof. Dan kom je van, wij komen nu van daar en dan kom je eigenlijk van de andere kant. Het was toch nog 200, iets meer dan 200 kilometer rijden. Ja, meer dan 2 uur. Hè. 2,5 uur of zo. Het is hier eigenlijk aan de straat ook al schoon. Hè. Dat is een vergrootglas voor insecten dat we eventueel vinden. Moet voor u kijken als je aan het stappen bent met. Ja, dat is nu bij die mensen in de tuin. Hè. Maar zo, dat daar met die rode dingetjes, dat hebben wij staan bijvoorbeeld. En volgens mij daar, die paarse daar, die herken ik ook. Wat zeg je? Een hondje. Ja, maar het is niet ons hondje, we mogen daar niet. Ja. Dag hondje. Wat gaan we onze stap niet mee? Hij is op je stap, anders gaan we niet mee. Hè. Op je stap. Maar de hond is vast gewoon, is dat? Ja, kom maar. Een beest in het water woont. Ja, dus met dat pontje, trekpont noemen ze dat, omdat je dat kort moet trekken. Die mens is bezig ondertussen. Zijn er toegekomen? Ook super voor, dat hebben we ook staan. Ook super voor insecten natuurlijk, hè. Zie daar bij ons thuis ook, ze is vol van de bijen.
En vroeger zaten die dan vooral op de klavers en het gras, maar nu zitten die dus ook gewoon overal op de bloemen. Dat blijft blijkbaar nog redelijk klein. Hier kunnen we nu zien hoe groot dat wat, wat dat welke grootte krijgt. Zo'n gras hebben we ook. En die paars, dat is ook heel mooi. En met dat? Nee, zeker. Nee. Ah, maar dat daar hebben we wel. Het is je zus haar haan. Nee. Dus die hebben we. Die bloemen. En denk die ook. En met dat, die reuze dingen. Dat is echt wel reuze groot. Kijk, daar staan die ook. Dat zijn die. Zo'n grasnaam ook. Ah ja, zo die paars. Amai, die staan hier mooi. Bij ons is dat zo paars nog niet. Maar kijk, die paarse bollen. Dat hebben we ook. Dat daar hebben we ook. Ze zijn iets aan het opnemen daar. Stel ze. Zoveel hommels en bijen. Vind je het mooi? Papa? Ja, kom maar terug, maar niet te ver lopen. Dat is een mooi boompje nog daar. Kom, bolletje. Wat ben je daar aan het eten? Een lekkere koek? Een koffiekoek, dat wil ik ook. Pap, die hebben we. Ja, die hebben we ook, dat is juist. En deze hebben we ook. Maar die hebben we gekocht, die hebben wij ook geplant. Die hebben we ook geplant, ja. Gekocht en geplant. Ja. Ja, we gaan gewoon verder door de tuin wandelen. Maar kijk, ja, dat zijn die hele... Stella, kom een keer. Dat zijn die hele grote, hè. Gewoon voor de grote... Sta een keer voor die plant om te laten zien hoe groot dat die is. Zij is 6 jaar. Zie hoe groot. Zij is... 1,5, bijna 2 jaar. Niet door de planten, Tildeke. Dat is gesnoeid al ondertussen. Dus dat moeten we ook doen. We moeten die maaien in de winter. Of 1 keer per jaar, dacht ik. Inderdaad, hier zijn ze, bij ons zijn ze zo... Er zijn wel clusters, maar ze staan echt wel door elkaar geplant. Bij ons. Plus... Dat systeem hebben dat ik uitgelegd heb, waarbij dat bodembedekkers combineren met hogere planten. Hier zie ik, ik zie hier en daar wel bodembedekkers staan, maar niet zo, niet volgens dat systeem. Wat dat in mijn ogen, het systeem dat wij uitgevoerd hebben op basis van Tijl zijn plan, net zo interessant maakt. Dat je enkel nu en dan een keer moet snoeien en dat door die bodembedekkers al het onkruid dat er anders tussen groeit, eigenlijk geen kans krijgt. Maar hier staan ze dus ook veel meer in. Het zijn echt clusters per plant. Dus dat is een type plant. Dat. Terwijl bij ons staan die veel meer door elkaar. Dus eigenlijk wilder bijna. Zo is ook mooi, hè? Daar niet van. Die hebben we ook. Ik denk die ook. Ja. Ja. Doe maar.
Ja. Kijk, dat gaan we ook. We zijn inspiratie aan het opdoen. Dus zo drie kleine meerstammige boompjes. Ik weet niet, dit is een blad, ik weet niet wat het is. Maar dat vinden we ook leuk blijkbaar. Omdat vooral, dat is niet veel onderhoud aan, volgens wat ik zie. Het zijn maar klein, het zijn eigenlijk gewoon grote struiken. Hè. Maar het heeft wel veel schaduw eronder. Er is verwarring. Ah, hier Chinese vernisboom meerstammen. Dat is de meerstammige Chinese vernisboom. Dit is eigenlijk in de hoek van het park. Pak maar wat donker uit. En hier staat zo die constructie, bewakingscamera. Kijk eens, papa. Je zou het niet aan beteren, hè? Lieve hulptas. Kijk, daar staan we, geparkeerd. Papa, we gaan nu nog gaan eten en diertjes gaan. Dat is een vergrootglas om bloemen en zo te bekijken. En een section. En splinters, die super klein zijn. Dat moet je gewoon. Dat wat telde ik? Is een beetje warm. Dit is waar we iets gaan eten. Ik leg hier vol, maar. En dan nog een speeltuin. Eigen kweek. Zullen we duwen?